Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Deze week een controversiële vraag in de straatvraag. We gaan bezuinigen op armoedebestrijding. Wat vinden de inwoners van Breda hier nou van? Wat vindt u ervan dat de gemeente gaat bezuinigen op armoedebestrijding? Dat vind ik niet leuk, want er zijn veel mensen die in armoede leven, dus dat mag gewoon niet gebeuren. Dat lijkt me geen goed plan. Ik denk dat ze wel beter op andere dingen kunnen bezuinigen. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ik hoop dat die voedselbank snel verdwijnt. Dat is alsof je ratten op straat ook voer blijft geven. Er komen er alleen maar meer van. Afschaffen. Bovendien armoede in Nederland. Er is allemaal geen armoede in Nederland als je gewoon gaat werken in plaats van dat je hand ophoudt. Iedereen kan dat doen. Dus weg met die voedselbank. Ja, dat vind ik eigenlijk niet goed. Want ik vind het goed als ze mensen gaan helpen die minder geld hebben. Dus ik vind het dat ze daar dan aan gaan op bezuinigen, vind ik eigenlijk niet goed. Heel schandalig. En wat vindt u er precies schandalig aan? Ja, dat die mensen hebben het al zo slecht. En als ze dan nu nog eens een opduvel krijgen dat ze helemaal niks meer krijgen of nog veel minder. Ja, dat is geen goede zaak, vind ik. Ze moeten maar naar die bedrijven gaan die heel veel geld hebben en veel geld aan ons vaak verdienen. Daar moeten ze het maar gaan halen, vind ik. En het blijkt namelijk uit de gesprekken met die mensen dat ze dus min of meer ondergesneeuwd worden door grotere instanties. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van dergelijke maatregelen. Want juist de armoedebestrijding die zit in de kleinere groepen. He, want de grotere groepen die hebben heel andere prioriteiten. En vandaar dat ik dus vind dat het niet op zijn plaats is. Afgelopen maandag vond bij de COVS bij Baronie de algemene ledenvergadering plaats voor alle voetbalverenigingen uit Breda. Ook werd deze avond de Fair Play Cup uitgereikt. We gaan vanavond hier hebben een vergadering van de OBA, overleg amateurclubs van de voetbalvereniging van Breda. En daarna tijdens dat overleg reiken we de Fair Play Cup uit. Die hebben we in het leven geroepen omdat wij als scheidsrechtervereniging vinden dat er moet sportief gevoetbald worden, op een faire manier gevoetbald worden, met hopelijk veel respect voor de scheidsrechter. En daarvoor hebben wij die prijs in het leven geroepen. Mijn rol is in die prijs dat ik de voorzitter ben van de scheidsrechtervereniging en dat ik namens de scheidsrechtervereniging samen met de wethouder van sport van Breda die prijs uit mag reiken. Nou ja, kijk, volgens mij is het de stimulans om sportiviteit en respect op het veld en daarbuiten gewoon te stimuleren. Ik kom zelf veel op de voetbalvelden, hè, en mijn kinderen voetballen ook. En je ziet toch elke zaterdagochtend weer dat voetbal emotie is. En dat hoort erbij. De Fair Play Club is een beloning voor de sportiefste club. Maar het is vooral ook een middel om te laten zien en de andere clubs uit te dagen om nog sportiever te zijn dan dat ze nu zijn. Ja, het is natuurlijk altijd hartstikke leuk dat wij de prijs winnen sportiviteit en respect. Wij vinden als VV Bavel sportiviteit en respect gewoon heel erg belangrijk. Belangrijk dat sportief respectvol met elkaar wordt omgegaan. En wij vinden dat heel belangrijk. We besteden er ook veel tijd en energie in. Dus heel leuk dat wij deze hebben gewonnen. Zodra wij horen krijgen dat er iets fout is gegaan tijdens wedstrijden, zowel bij de begeleiding, spelers, trainers, noem maar op. Wij grijpen altijd wel gelijk in en we nemen even contact op met de betrokkenen. Afgelopen zondag vond de jaarlijkse herdenking plaats van de Poolse bevrijding van onze stad. Onder andere de burgemeester was hierbij aanwezig. Meneer, hoe kijkt u terug op deze herdenking? Zeer positief natuurlijk. Het is voor ons een jaarlijkse herdenking natuurlijk voor de Polen hier. En het is voor de 74ste keer dat er herdacht wordt. En wij doen dat als zonen van Polen. We zijn met een team van zo'n 7, 8 zonen van Polen die dit voor elkaar brengen hier. En dat doen we zeer zeker uit eerbetoon ook aan onze vaders. Die ook gevochten hebben in de divisie van generaal Majek. En ook kameraden hier liggen natuurlijk. Waarom? Salvo! Pijp!
Speciale aandacht was er voor de 7 aanwezige oud-strijders die een Poolse onderscheiding ontvingen voor de door hun geleverde strijd voor de vrijheid. Hoe vindt u dat u de medaille heeft gekregen? Hij is heel trots op. Dat snap ik. Gefeliciteerd ermee. Dank u. Thank you. En er zijn nu nog best een aantal oud-strijders aanwezig. Dat wordt langzamerhand uiteraard minder, zo gaat het. Blijft het belangrijk om het wel te laten plaatsvinden? Ook al zijn de veteranen er straks, ik hoop nog even niet, maar over een tijd niet meer. Wij vinden van wel. Wij hebben sowieso wij doen nou de organisatie zo'n 14, 15 jaar hier. Wij hebben het ook overgenomen van de oude veteranen die het eerst deden hier. Wij hebben daarop gewacht tot hun het teken gaven. Nu mogen jullie. Want het was een onderdeel van hun om hun kameraden te eren. En wij hebben gezegd, wij gaan net zo lang door totdat de laatste veteraan er niet meer is. En dan zien we wel weer. Maar wij hopen dat dat nog... enkele jaren zal duren, want als je zag, we hebben 5 veteranen uit Polen, 2 uit Nederland, de jongste is 93 en de oudste 99. Dus ja, dan weet je het wel. Het was een drukke week voor de burgemeester van Breda, want donderdagmorgen was hij bij de ANWB-winkel om een cheque ter waarde van €449 uit te delen aan de gelukkige winnaar van de inbraakquiz. Het was een quiz over wat je zelf zou doen voor inbraakpreventie. Ook wat de valkuilen zijn van mensen, zeg maar, als ze weggaan. Dat waren een aantal vragen die je daarover moest beantwoorden. Het is in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En we hebben ervoor gekozen om deze samenwerking aan te gaan. Omdat ANWB het heel belangrijk vindt dat leden zorgeloos en met plezier onderweg zijn. En met zorgeloos onderweg betekent natuurlijk ook dat als je thuis komt, dat je huis niet, dat er niet ingebroken is. Er wordt voornamelijk gelet op verlichting bij de bereikbare deuren. Goed hangen sluitwerk op de bereikbare ramen en deuren. Rookmelders is daar een onderdeel van. Dus dat de bewoners, stel als er brand is 's nachts, dat je wordt gealarmeerd als dat je de woning moet verlaten. Verder bij de opname geven we nog diverse tips voor waar mensen zelf al het nodige aan kunnen doen om de woning veiliger te houden. Vaak is het zo dat mensen bijvoorbeeld, al gaan ze maar eventjes weg, de voordeur niet afsluiten. En afsluiten wil niet zeggen achter je dicht trekken, dat je denkt van, oh, hij is nu dicht. Maar je moet het echt met de sleutel op slot rijden. En dat geldt eigenlijk ook als je binnen bent, dat je gewoon de voordeur op slot rijdt. Want voor hetzelfde geld komt er iemand van buiten af via de brievenbus of via flipperen. Maken ze de voordeur open en ze staan gewoon binnen. En dat soort dingen moet je mensen meegeven als je daar rondgaat. En dan zeggen we, dan hoor je heel vaak van, dat doen we eigenlijk nooit. En het is denk ik goed dat mensen bewust zijn wat ze zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat ongenode gasten, de inbrekers, niet zo makkelijk binnenkomen. En daar helpt zo'n quiz mee, want dan leer je weer eens kijken naar, hoe ziet mijn eigen huis er eigenlijk uit? Welke maatregelen kan ik nemen om ervoor te zorgen dat ik niet het slachtoffer word van woninginbraak? Wat kunnen de inwoners van Breda zelf doen aan inbraakpreventie voor de mensen die misschien nog niks aan doen? Nou, je moet heel goed nadenken over het hang- en sluitwerk, daar begint het mee. Maar ook nadenken over, zijn er spullen in het zicht, kostbare spullen in het zicht? Heb ik eigenlijk mijn raam wel dicht als ik weg ben? Zaken waar je denkt van, dat denkt iedereen toch wel aan? Helaas, niet iedereen denkt eraan. En als we bijvoorbeeld naar de woninginbraakcijfers van Breda kijken, die gelukkig fors dalen, zie je toch nog soms wel dat mensen niet eens sporen hoeven achter te laten, omdat mensen bijvoorbeeld vergeten de deur dicht te doen of een touwtje uit de deur halen, laten hangen om een kind naar binnen te laten komen. Maar helaas maakt dan ook een inbreker er gebruik van. Ben alert, neem maatregelen, zorg ervoor dat de inbrekers het niet gemakkelijk krijgen, zodat we met elkaar Breda veilig maken. Afgelopen week hadden de bewoners van het Elisabeth een hele leuke middag. Burgemeester Depla opende voor hun eigen grote markt binnen in het Elisabeth, om de inwoners toch nog een beetje dat stadse gevoel te kunnen geven. Wat moet ik zonder jou beginnen? Hoor je het onze van mijn hart? Nu krijg ik een heel apart gevoel van binnen.
Wat vond u van de opening, mevrouw? Ja, de opening hier is eigenlijk zoals heel vaak als je hier komt. Het is gewoon een feest. Heel veel mensen zijn die hierboven wonen, zijn beneden. Mensen uit de wijk die binnenkomen. Met een hele mooie sfeer, leuke muziek. Dus geweldige opening. Kunnen jullie ons vertellen waar wij vanmiddag getuigen van zijn geweest hier? Ja, op zich natuurlijk. We zijn bezig met een projectje geweest om Breda, vooral de stad, binnen te halen. Want je merkt wel dat heel veel oudere mensen die in een verzorgingshuis terechtkomen, die worden steeds slechter. Ze worden langer thuis gehouden met mantelzorgers of familie. Maar als het echt niet meer gaat, komen ze hier. En dan ben je eigenlijk bijna niet meer om staat om met ze naar de stad te gaan. En toen kwamen wij op dat idee van we halen de stad, halen we gewoon binnen. En we moeten natuurlijk ergens beginnen. Nou, het podium is de centrale plek hier in huis. Dus daar vindt alles een beetje rond plaats. Dus we dachten, daar moeten we mee beginnen. En toen kwamen we opeens zomaar, hè? Ik weet niet hoe het kwam. Ja, met de Ad. Eigenlijk in gesprek met Ad. En toen hadden we zoiets van, laten we een hele mooie foto op de achtergrond zetten. En omdat het restaurant al de Markt heette, leek het ons ook gewoon heel erg leuk om dan die markt binnen te halen. En vanaf de buitenkant, vanaf de tuin, zie je dan het stadspark en de fontein. Dus dan hebben de mensen toch een beetje het gevoel dat ze in de stad zijn. En wat vindt u ervan dat de bewoners hier nu zowel binnen als buiten een stukje Breda hier naartoe hebben kunnen brengen? Ja, wat ik mooi vind is als mensen niet meer in staat zijn zelf om iedere dag naar het plekje te gaan waar ze het meest van houden, dat ze dat een beetje naar binnen weten te halen. Dus ja, prachtige foto's van Breda. Hier wonen heel veel mensen die hun hele leven lang in Breda hebben doorgebracht. En die bij dit soort beelden herinneringen gaan ophalen en vast nieuwe verhalen gaan maken. Dus geweldig initiatief. Simpel om te realiseren, maar je moet het wel doen. En dat doen de mensen, de medewerkers en de vrijwilligers hier. Dus vind ik geweldig dat ze dat voor alle bewoners over hebben. Zijn er nog verdere plannen om die stad nou hier naartoe te halen? Of? Ja, sowieso. Ik wil sowieso wat bedrijven aan gaan schrijven die hier een fabriek hebben, zoals de snoepjesfabriek of plaatsen waar mensen vroeger gewerkt hebben, om juist iets te gaan vertellen. Omdat, een soort van lezing, een soort lezing. Ja. Maar we willen ook met mensen, willen we juist hun oude beroep. Hè, we hebben bijvoorbeeld iemand op de groep die vroeger zwemlerares is geweest. Willen we bijvoorbeeld gaan regelen dat we naar de zwembad gaan en dat zij daar weer les gaat geven. Deze week een heel moeilijk dilemma voor de inwoners van Breda. Zelfs zo moeilijk dat sommige mensen geen keuze konden maken. Het dilemma luidde of van alle grappige dingen die je ziet word je verdrietig, of van alle verdrietige dingen die je ziet moet je lachen. Kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Ja, het eerste zou ik kiezen. Hier. Altijd verdrietig worden van grappige dingen. Waarom deze keuze? Geen antwoord. Daar kan ik geen antwoord op geven. Dan ga ik voor de andere hoor, want dat is wel heel lullig. Die blauwe is wel heel lullig. Altijd verdrietig worden van grappige dingen. Ja. En waarom? Die blauwe is iets lulliger tegenover anderen. Als iemand iets heel verdrietig stelt en je begint keihard te lachen, dan doe je iemand pijn. Dus dan kan je beter zelf verdrietig worden, dan kan je nog iets aan doen. Ja. Ik zou de andere kant kiezen. Dat vind ik iets gezelliger. Altijd verdrietig worden van grappige dingen? Ja. Want wat vindt u daar gezellig aan? Of wat? Nou, dat vind ik gezelliger als de andere kant. Ik vind het ook niet echt gezellig, maar ik vind het gezellig om... Ja, het is een beetje lachen. Vervelend om te lachen als iemand die steeds. Ja. 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 Heb jij die in elkaar gezet? Ja, die hebben wij in elkaar gezet. We maken altijd moeilijke dilemma's. Ja, toch inderdaad altijd verdrietig worden van grappige dingen. Dus kunt u eigenlijk nooit meer naar een cabaretvoorstelling gaan ofzo? Dan zit u continu te huilen. Jawel, maar lachen is gezond en af en toe een traantje is ook niet verkeerd, hè? Ja, het is zeg maar niet lachen van het, of huilen van het lachen, maar echt verdrietig zijn. Echt pijn, echt liefdesverdriet of dat soort dingen. Ja, dan draaien we hem weer om. Weer om? Ja, het blijft lastig, hè? Ja. Ik vind het een hele lastige. Het is een hele lastige. Want ik leef altijd mee met verdrietige dingen. Ja. En dan begin je niet in lachen uit te barsten als je een naaste moet condoleren. En dan zou ik beginnen te lachen, dus dat werkt niet. Dus u zou niet kunnen kiezen? Nee. Dat is een primeur, die hebben we nog nooit gehad. Maar oké, dus de meneer kiest niks. Bedankt voor het kijken, Breda. Dit was weer het weekoverzicht. Fijn weekend en tot volgende week. Breda nu. Je weet het meteen.